Welkom bij deze podcast over wiet in Nederland. Iedereen weet dat je in Nederland wiet kan kopen. Sinds de jaren 70 is dit al mogelijk. Je kan de wiet kopen in speciale winkels die coffeeshops worden genoemd. Dit moet je niet verwarren met een café waar je koffie kan kopen. In Amsterdam kan je deze coffeeshops in bijna elke straat vinden. Nu ga ik iets zeggen wat je misschien nog niet wist. In Nederland is wiet niet helemaal legaal. Het wordt gedoogd voor persoonlijk gebruik. Je kan kleine hoeveelheden wiet kopen in de winkel en je mag het bij je hebben. De politie zal je niet straffen. Ze kunnen het wel. Innemen. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om naar binnen te gaan in een koffieshop. Persoonlijk vind ik het niet heel handig dat een deel van het proces niet legaal is. Dit is omdat op deze manier niet het hele proces wordt gemonitord. Wiet of hash vervoeren of laten groeien is illegaal bijvoorbeeld. Op deze manier verdient de georganiseerde misdaad dus veel geld aan wiet. Nog een interessant feit is dat wiet gedoogd is in Nederland, in Europa, maar niet op de Caribische eilanden van Nederland. Toen ik vier jaar oud was, nam ik mijn eerste zwemles. Dit is heel gewoon voor Nederlanders. Iedereen leert op een jonge leeftijd te zwemmen. Een belangrijke reden hiervoor is dat er overal water is. Misschien ken je het spreekwoord: God heeft de wereld gemaakt, maar de Hollanders hebben Holland gemaakt. Dat laatste is zeker waar. Nederland is voor een groot deel. Gemaakt door mensen. Een stuk land was zee. De mensen bouwden dijken en pompten het land droog. Als je dit vaak herhaalt, krijg je steeds meer land. Op deze manier is bijvoorbeeld in 1918 besloten om Flevoland te creëren. Ik groeide op in een omgeving. Die ongeveer 4 meter onder de zeespiegel ligt. Dit klinkt heel bizar voor heel veel buitenlanders. Voor Nederlanders is dit normaal. Dit is bijna nooit een probleem geweest, behalve in 1953. Er gebeurde in 1953, een grote ramp in Nederland omdat de dijken braken. 100.000 mensen waren hun huis kwijt en moesten verhuizen. Er waren iets minder dan 2000 doden. Deze ramp heet de Watersnoodramp. Heten is de verb voor to be called. Remember that. Na deze ramp begon de staat meer en meer te investeren in watermanagement. Nu is Nederland echt een innovator op dit gebied. We hebben alleen één probleem. De zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde. Door het broeikaseffect komt er ook extremer weer. En het water Komt. Er was eens een arme jongen in het Midden-Oosten. Hij heette Aladdin. Hij is een dakloze straatdief met een huisdier, Abu. Abu is een heel eigenwijs aapje. Hij vindt via Jafar een toverlamp in de woestijn. Uit de lamp komt een geest en ze worden vrienden. De geest geeft Aladdin drie wensen. Aladdin wil een rijke en indrukwekkende prins zijn. Hij wil dat prinses Jasmine hem leuk vindt. Maar Jafar, een slechte man, wil de lamp. Jafar is de adviseur van Jasmine's vader, de sultan. Jafar betovert Jasmine's vader om met haar te trouwen. Jafar krijgt de lamp en wordt krachtig en machtig. Aladin krijgt hulp van de geest, een vliegend tapijt en zijn slimme aapje. Ze manipuleren en vechten tegen Jafar. Aladin wint en krijgt de lamp terug. Aladin leert dat liefde en eerlijkheid belangrijker zijn dan geld. Hij laat de geest vrij. Aladdin trouwt met Jasmine. En ze leefden nog lang en gelukkig. Er was eens een zeemermin genaamd Ariel. Ariel is de zeemerminnenprinses van haar gemeenschap. Ze is nieuwsgierig naar de mensenwereld. Ze verzamelt mensenspullen. Op een dag ziet Ariel een prins op een schip. Ze redt hem als het, zink, als het schip zinkt en ze brengt hem naar het strand. Ariel wordt verliefd op de prins en ze kijkt naar hem wanneer hij dichtbij is. Ariel wil een mens zijn. Ze droomt ervan om te lopen over het strand. Ze gaat naar de zeeheks Ursula. En vraagt om een oplossing. Ursula wil haar wens werkelijkheid maken. Maar mens worden heeft een prijs: haar stem. Ariel heeft drie dagen om de prins verliefd te maken. Ariel ontmoet de prins. Ze kunnen niet praten, maar ze worden meteen vrienden. Ursula wordt boos en ze wil Ariels plan stoppen. Ursula verandert zichzelf met magie in een mooie vrouw. Ze gebruikt Ariel's stem om de prins te manipuleren. De prins denkt dat zij hem heeft gered. Ze gaan trouwen. Ariel's vrienden, een krab en een meeuw, ontdekken Ursula's plan. Ze vertellen het de prins op een of andere manier. De prins ziet in dat Ariel het meisje is dat hem heeft gered. De prins verslaat Ursula en Ariel krijgt haar stem terug. De prins en Ariel houden meer en meer van elkaar. Ariel en de prins trouwen en Ariel is een gelukkig mens. Ze leefden nog lang en gelukkig. Er was eens een slim meisje genaamd Belle. Belle houdt van lezen en dromen. Belle woont in een dorp waar niemand haar begrijpt. Op een dag raakt haar vader verdwaald in het bos. Hij vindt een groot kasteel en gaat naar binnen. Het kasteel is van het beest. Het beest is een prins met een vloek. Hij ziet er eng uit. Hij is groot. En harig. Het beest schaamt zich en hij is boos en gefrustreerd. Het beest houdt Belles vader gevangen. Belle gaat naar het kasteel om haar vader te redden. Ze ruilt van plaats met haar vader en blijft bij het beest. In het begin is Belle bang voor het beest. Maar ze leert hem beter kennen. Ze ziet dat hij vriendelijk is en ze maakt hem ook vriendelijker. Ze worden vrienden en beginnen van elkaar te houden. Een jaloerse man uit het dorp, Gaston, wil met Belle trouwen. Belle wil totaal niet met Gaston trouwen, maar Gaston is extreem arrogant. Hij vecht tegen het beest. Gaston verliest en het beest wint. Belle houdt echt van het beest. De liefde van Belle verbreekt de vloek. Het beest verandert terug in een prins. Belle en de prins trouwen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Er was eens een magische wereld waar sprookjesfiguren samen leefden. Op een dag ontmoeten Aladdin en de kleine zeemermin elkaar. Aladdin vloog op zijn vliegende tapijt boven de oceaan. De kleine zeemermin zwom nieuwsgierig naar de oppervlakte. Ze begroeten hem. Ze raakten bevriend en besloten samen op avontuur te gaan. Ze ontdekten een grot, met een mysterieuze schat. De schat bestond uit een magische lamp die een geest bevatte. De geest vertelde ze dat ze elk één wens mochten doen. Aladdin wenste dat hij onder water kon ademen. De kleine Zimmermin wenste dat ze samen met Aladdin op het land kon leven. De geest vervulde hun wensen. Aladdin kreeg de kracht om onder water te ademen en Ariel kreeg benen om op het land te lopen. Toen ontdekten Aladdin en de kleine zeemermin een geheimzinnige boodschap in de grot. De boodschap vertelde dat er een koninkrijk onder de zee bestond dat in gevaar was. Het koninkrijk werd bedreigd door een kwaadaardige zeeslang. Ze doken de diepte van de oceaan in en zagen de angstaanjagende zeeslang. Tijdens het gevecht ontdekten ze dat de zeeslang eigenlijk een betoverde prins was. Om de betovering te verbreken, moesten ze een spreuk uitspreken. Voor de slang. Glinsterend licht van de maan en zon, verenigd in een spreuk die begon: Bevrijd de prins en verbreekt de betovering met vreugde en deugd. De spreuk was geschreven in het Nederlands en dat spraken ze allebei niet. Aladdin en Ariel besloten om lessen te nemen en ze leerden de hele dag. Samen lukte het ze uiteindelijk om de ui en de eu goed te kunnen zeggen. Na een spannende zoektocht vonden Aladdin en de kleine zeemermin de betoverde prins. Glinsterend licht van de maan en zon, verenigd in een spreuk die begon, bevrijdt de prins en verbreekt de betovering met vreugde en deugd. De betovering werd verbroken en de prins veranderde terug in een mens. Ze spendeerden de rest van de dag aan het terugzwemmen naar het koninkrijk van de prins. De dankbare prins nodigde hen uit voor een feest in hun naam. Aladdin en Ariel genoten van het feest en de nieuwe vriendschap. Aladdin en Ariel werden verliefd. Maar helaas. Hun relatie duurde maar twee jaar. Drie jaar later ontmoeten Aladdin, Jasmine en Ariel haar prins. Aladdin en Ariel bleven hun hele leven lang vrienden en bezochten elkaar regelmatig. Een paar maanden geleden, in de late avond, gebeurde er iets engs. Sergei en ik Zaten in de metro in het centrum van de stad. En toen stapte een man binnen. Hij zei: Hey, ik ken jou van Instagram. Ik vind je filmpjes superleuk. Etcetera, etc. Wat jammer dat we niet langer kunnen praten. Want ik moet uitstappen bij de volgende halte. Toen begonnen we te praten. En we spraken over de Nederlandse taal en cultuur, etc. Het was een hele grote man met heel lang blond haar. Hij was tussen de 1,95 en 2 meter en hij was erg gespierd. Hij vertelde dat hij barman was en dat hij net klaar was met een dubbele shift. Toen begon het gesprek duisterder te worden. Hij vertelde over zijn hobby's. Een van zijn grootste hobby's was documentaires kijken en onderzoek doen naar seriemoordenaars. We realiseerden dat hij helemaal niet was uitgestapt bij de volgende halte. We vroegen hem waar hij naartoe ging. Hij noemde een redelijk groot station dichtbij het einde van de lijn. Hij vertelde hoe fascinerend hij het vindt om echt in de psyche te stappen van de moordenaar. En om erachter te komen waarom moordenaars die laatste stappen zetten en hoe het voelt. Sergei en ik waren op dat moment erg bang. Zeker aangezien deze man heel groot en sterk was. Toen waren we bij de metrohalte waar hij zou uitstappen. Maar hij stapte niet uit. Hij zei: Oh, ik blijf wel even zitten. Ik wil even mijn verhaal afmaken. Hij sprak nog steeds over seriemoordenaars en dit was de laatste metro. Sergei en ik waren erg in paniek en we knepen elkaar hard in elkaars handen. We zeiden dat het echt niet nodig was en we vroegen hoe hij terug zou komen bij zijn halte. Hij zei dat hij terug ging lopen. Het is maar tien minuutjes. Maar eigenlijk is die route veertig minuten. Toen waren we bij het einde van de lijn. Sergei en ik moesten hier uitstappen, en hij stapte met ons uit. Hij zei tegen ons: wees maar niet bang. Ik ga jullie niet naar huis volgen of zo, hoor. <laughs> we liepen heel snel naar een hoek van de straat en we renden. We renden heel hard. We namen omwegen. We renden en renden en renden. Toen kwamen we thuis aan en dat was het. Dat was alles. Er was eens een meisje in China genaamd Mulan. Mulan is jong. En haar vader is oud en ziek. Er is oorlog in het land met de hunnen. De keizer roept alle mannen op om te vechten tegen de vijand. Haar vader krijgt een oproep om te vechten in het leger. Mulan wil haar vader beschermen. Ze is bang dat haar vader zal sterven in de oorlog. Mulan vindt haar leven ook saai en ze wil avontuur. Ze doet iets dappers. Ze vermomt zich als een man en ze gaat naar het leger in plaats van haar vader. In het leger ontmoet Mulan haar vrienden en een knappe kapitein, Li Shang. Ze leert vechten en wordt sterk. Li Shang is onder de indruk van haar moed en kracht. Een kleine draak, Mushu, helpt haar. Hij is haar beschermer. De hunnen vallen China aan en het leger van Mulan vecht tegen hen. Mulan is slim, creatief en moedig. Ze bedenkt een plan om de hunnen te stoppen. Het plan blijkt een succes. Mulan gaat terug naar huis als heldin. Haar familie is gelukkig. De keizer en de mensen uit China respecteren haar. De waarheid over Mulan komt naar boven en Li Sheng realiseert dat hij van haar houdt. Hij bezoekt haar thuis om met haar te praten. Mulan is afgekomen. Ook verliefd op Li Ze beginnen een leven samen. Mulan leert dat het belangrijk is om jezelf te zijn. Ze is trots op wat ze heeft gedaan. Ze heeft haar familie en haar land geholpen en haar ware liefde gevonden. Zij en Li leefden nog lang en gelukkig. Prostitutie is legaal in Nederland sinds het jaar 2000. Nederland was het eerste Europese land dat het legaliseerde. Iedereen uit de hele wereld mag in Nederland als freelancer in de seksindustrie werken. Je moet natuurlijk wel een geldige verblijfsvergunning hebben. Er zijn per nationaliteit wat kleine verschillen. In de, de overheid wil de leeftijd veranderen van 18 naar 21 jaar. Ook willen ze de gebieden met rode lichten uit het centrum halen, zoals in Amsterdam. Niet alleen in Amsterdam is zo'n gebied. Er zijn er meerdere in Nederland. De rode lichten zijn heel bekend, maar blauwe lichten zijn er ook. De blauwe lichten. Zijn voor transvrouwen die sekswerk aanbieden. De seksindustrie in Nederland is een industrie van zo'n 200 miljoen dollar per jaar. Sekswerk wordt over het algemeen gezien als een normale baan qua wetten. Er is wel een best groot stigma, zoals overal. Het is ook weer niet zo normaal. De meeste sekswerkers zeggen het niet tegen hun vrienden en familie. Ook kunnen banken soms vervelend doen met het openen van een zakelijke rekening bijvoorbeeld. Het werk wordt nog steeds erg geassocieerd met criminaliteit en mensenhandel. Het is legaal voor instemmende volwassenen, dus mensen van 18 jaar of ouder, who are consenting. Ja, dat. en dat is een beetje een probleem. Er is veel mensenhandel in de prostitutie. Dit is overal ter wereld zo, maar omdat het legaal in Nederland is, extra veel hier. Toen het legaal werd waren veel prostituees normale vrouwen. Nu zijn het vooral jonge, knappe, internationale meiden. De overheid doet veel om deze industrie zo veilig en transparant mogelijk te maken. Dat is ook de grootste reden geweest om het te legaliseren. Veiligheid en waarschijnlijk ook belasting. Hoe zit het met vuurwapens in Nederland? Over het algemeen zijn vuurwapens verboden in Nederland. Er zijn nog meer wapens die hier verboden zijn en in andere landen niet. Drie voorbeelden hiervan zijn boksbeugels, ninja-sterren en pepperspray. Dus dames, als je de grens over wil gaan naar Nederland, laat je pepperspray zeker achter. Terug naar vuurwapens. Ik kende tot mijn 21ste. Nooit iemand die een vuurwapen had. Het geschatte aantal mensen wat legaal en illegaal in Nederland een vuurwapen heeft is 2,5%. De hoeveelheid mensen die per jaar doodgaat aan vuurwapengebruik is al jaren onder de 100. Bijna iedereen die in Nederland doodgaat aan vuurwapengebruik heeft iets te maken met het drugscircuit. Kortom, er gaan bijna geen gewone mensen dood door vuurwapens in Nederland. Dus wees gerust. Normale mensen hebben in Nederland geen wapens. Over de legale wegen. Als je, echt een, als je echt, echt een vuurwapen wil hebben in Nederland, kan dat. Het jaar voordat je de vergunning aanvraagt, moet je dan iets doen. Je moet dan 18 keer bij een officiële schietvereniging hebben geschoten. Er mag geen twijfel zijn over je mentale staat. En in de acht jaar ervoor mag je geen strafbaar feit hebben gepleegd. In de acht jaar ervoor mag er geen vermoeden zijn dat je een strafbaar feit hebt gepleegd. Andere omstandigheden moeten ook kloppen. Verder zijn er ook veel dingen die je moet doen wanneer je het wapen hebt. Bijvoorbeeld: je moet je wapen. En munitie in kluizen en gescheiden bewaren. Je moet regelmatig bij de schietvereniging en nog veel meer. Buiten dit alles is het sociaal ongewenst, unwished, live, live, unwished, ongewenst om een wapen te hebben in Nederland. Kortom, het wordt gezien. Als een heel negatief iets.